Dat de mensheid werd geconfronteerd met een klimatologische ineenstorting van mondiale omvang. Terwijl de landen rond de equator geteisterd werden door aanhoudend noodweer en in de poolgebieden de temperaturen opliepen tot ongekende hoogte, kwam in de westerse industrielanden een koortsachtig overleg op gang ten einde de wateroverlast die catastrofale gevolgen begon. Thank you.
afstond, wanneer de mens in de eerste plaats op zichzelf is aangewezen, waren het de zwaksten die het meeste lijden hadden. De deskundigen en geleerden die de catastrofe hadden moeten zien aankomen en passende maatregelen hadden moeten nemen om haar af te wenden, bleven opnieuw in gebrek. In plaats van krachtdadig op te treden en leiding te geven aan de herstelwerkzaamheden, lieten zij zich verscheuren door interne discussies en verdelen kostbare tijd met theoretische polemieken. Thank you.
machtigen der aarde die over de middelen beschikken om zich op het allerlaatste moment aan boord van inderhaast gecharterde of gevorderde vliegtuigen in veiligheid te stellen en die zich weken en soms maandenlang in de lucht weten te houden doordat zij door speciale tankvliegtuigen van kerosine worden voorzien, gaan, die brandstof opraakt en de benodigde landingsfaciliteiten onderbreken